Het voelt of dat ik in de gevangenis zit, laat ik het zo maar zeggen. De afgelopen weken heeft Chris Hendricks voornamelijk op zijn kamer doorgebracht. Want vanwege twee herseninfarcten is hij afhankelijk van een scootmobiel. Een afspraak in het ziekenhuis vorige week kon hij simpelweg niet afzeggen. Nou, dan ben ik dus op vrijdagochtend op mijn billen van de trap afgegaan. En toen ik onderkwam, was ik helemaal kapot. Hoe vaak heeft u dat de afgelopen weken geprobeerd, meneer Hendricks? Nou, elke dag wel een keer als we bezig waren en die monteurs ze waren weg. Dus. U zat ook hier opgesloten, hierboven? Opgesloten, ja. En nog. Iris Zorg kon vanmiddag niet op camera reageren, maar liet weten dat een traplift als noodoplossing veel te lang zou gaan duren, omdat die op maat gemaakt moet worden. Maar uiteindelijk is er toch een oplossing gekomen met een traplift van een verhuurbedrijf. Ik vind het wel geslaagd, ja. En ik denk ook dat het komt omdat ik jullie ingeschakeld heb. Zeg, en wat was het eerste wat u gaat doen als u weer met de lift naar beneden kunt? Wat ik ga doen is even lekker een stukje buiten rijden. Gewoon even lekker frisse neus halen.